Ik heb 10 dagen geblokkeerd geweest met mijn bedrijf. Ik mocht geen eieren verkopen, omdat ik op een klantenbestand stond van die beruchte firma, terwijl je daar eigenlijk nooit iets van gekocht hebt. Normaal, als mijn bedrijf in volle productie is, produceer ik ongeveer 90.000 eieren per dag. Ze zijn 10 dagen geblokkeerd, maar ik heb ze allemaal nog kunnen verkopen. Dus tot nu toe blijft de schade voor mij beperkt. Maar als ik het product niet gebruikt heb. Pluimveehouders die het product wel gebruikt hebben, die hebben natuurlijk enorm veel schade. Door het feit dat ze eieren moeten vernietigen en kippen moeten vergassen.